Hartelijk goede dag kijkers en welkom bij de vijfde aflevering van ATV COVID-19-update. Met dit programma brengen wij dus informatie, inzichten en natuurlijk updates over de COVID-19-pandemie die niet alleen maar de wereld, maar ook Suriname in zijn greep heeft. Het wordt steeds erger, niet alleen maar in de wereld nogmaals, maar ook in Suriname en het ligt aan onszelf om te proberen om de verspreiding van dit virus tegen te gaan. Wij leveren een bijdrage door mensen uit te nodigen in de studio die vanuit hun professie, vanuit hun bezigheden een kijk geven op COVID-19 en ook proberen hier en daar de bewustwording te vergroten. We hebben elke dag een gast en onze gast vandaag is Marvin Polak. Marvin, goedemorgen en welkom in het programma. Goedemorgen, dankjewel. Nou, Marvin staat hier um, meer als motivational speaker. Marvin, zo kent iedereen jou in de gemeenschap. Maar je doet meer dan dat. Je bent ook nog ondernemer, klein ondernemer. Als je vertelt wat in het kort wat die onderneming van jou inhoudt. Oké, okay, um, ik ben ook van OTNV, Organizational Transformers, NV. We zijn een consulting, training en coaching company. En we ondersteunen corporate uh, bedrijven, midden- en kleinbedrijven om beter te worden, om te transformeren uh, naar wat zij daadwerkelijk willen vanuit hun businessplan, zeg maar. En we geven een aantal management instrumenten wanneer we de inventarisatie hebben gedaan. En dan ondersteunen we bedrijven om groter, uh, groter te worden of beter mm -hmm. te worden. Voor wat zij beter of groter noemen, yeah. natuurlijk. Twee dingen zijn belangrijk. En dat is je, dat je werkt met mensen. En dat je, dat je probeert om mensen en bedrijven beter te maken. Ja, dat, dat gaan we bet. vasthouden. Laten we even gaan naar het, het algemene: um, het virus heeft e intrede gedaan in Suriname. Zo n, zo n Twee weken terug, Marvin. Je hebt ja. het natuurlijk op de voet gevolgd. Absolutely. Jouw indruk over deze hele situatie? Um, onrustig, zeg maar. Uh, omdat je je afvraagt: van hey, zijn we ready hiervoor? Uh, kunnen we het wel aan? Um, zijn mensen genoeg bewust? Er komt heel veel informatie. Je dus ben heel blij met dit soort uh, programma's om mensen steeds een update te geven. En je vraagt je af. Is, is men er wel van bewust wat er allemaal kan gebeuren als ze niet meewerken. Want iedereen kijkt naar instanties, wat gaan mensen doen, wat gaat de regering doen, wat gaat het NCCR doen. Maar uiteindelijk moet je kijken, wat ga ik doen om ook een bijdrage te leveren. Dus er zijn momenten van onrust, uh, los van de economische kant, want je hebt een business. Als we kijken naar onze branche, daar zijn we daadwerkelijk bezig met mensen, one-on-one. -on -one. mm -hmm. Groepen, trainen, coachen. En mensen hebben geen tijd nu. Voor, voor coachen en trainen. Weet je, iedereen in de greep van e-covid blijft afstand. Wat goed is, maar wat betekent dat een aantal bedrijven zoals wij wat inkomsten gaan derven. Um, maar aan de andere kant moet die maatschappij ook daadwerkelijk bewust worden van dat ze ook een bijdrage hebben binnen het geheel. Mm -hmm. Dus ik hoop dat we dat heel gauw doorhebben, zodat we kunnen voorkomen dat dingen zich verspreiden in Suriname, dat we veilig blijven. Want één zin waarmee ik opsta elke dag is: ook dit gaat voorbij. Ja. Ook dit gaat voorbij. Okay. Maar wat wil het ons leren? Wat gaat het doen? Gaat je een aantal dingen leren indien je open staat om er om iets van te leren? Ja. Dus uh, welke ervaringen ga je hebben? Ga je het positief benaderen? Ga je het negatief benaderen? Wat gaat het met je doen? Wat ga je het toelaten dat het met je gebeurt? Mm. Dus onrust soms, maar ook hoopgevend. Ja. Uh, omdat het me in de rust brengt, persoonlijk. Ik ben thuis, ik moet zitten. Weet je, altijd train je van God naar her om dingen te doen. Nooit eens doen. <laughs> Even bijkomen, schrijven. Oh, Wat is dat zo meteen? Maar dat is ook een, is een positief ding, maar het, 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 het werkt uh, ook ja, stress en frustratie. Ja, ja, op. En, ja, ja. en laat me gaan naar jouw jou, um, gedeelte als motivational speaker. Een motivational speaker is denk ik altijd positief, kan nooit negatief zijn. Wat nu gebeurt, je merkt eigenlijk dat de situatie impact heeft op mensen, hun gemoed. Mensen raken gestrest, mensen raken gefrustreerd. Wat is, wat is jouw belangrijkste uh, impact als je zegt mensen moeten positief zijn? Hoe blijf je positief in deze situatie? Oké, okay, Even toch corrigeren hoor want dat zeggen mensen ook vaak tegen me. Je bent altijd gemotiveerd, je bent altijd positief. Ik kies ervoor. Ja. Want mijn gezin is in isolatie, mijn company is in isolatie, we hebben personeelsleden. Waarmee we elke ochtend, nu op het moment een conference meeting hebben via Zoom. Om te kijken hoe gaan we verder, hoe gaan we met klanten, hoe gaan we met de kosten. Dus ook we hebben onze stressmomenten. Maar wanneer mensen kijken naar een glas en zijn ze half vol en half leeg. denk ik dat glas kunnen we altijd aanvullen. Het is geen gegeven dat het glas zo zal blijven. Is, ik kijk altijd naar mogelijkheden. En wat ik doe, ik kies ervoor om erdoor geraakt te worden. Maar ik bepaal hoe lang. Hé, hey, ik wil twee dagen hierover nadenken. Als een nak niet is, Jezus man, dit werkt niet voor me. Mm -hmm. Maar ik wil het geen tien jaar doen of tien maanden of tien dagen. Ik besluit van, hé, hey, tot nu wil ik over stressen. Maar nu wil ik anders naar kijken. Dus dat is de manier waarop wij eigenlijk. Maar het is, is, is wel zaten. makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Kijk, jij houdt je ermee bezig. Maar mm -hmm. Ik, die me nooit daarmee bezighoudt, ik, ik raak super gestrest door die situatie. Het is natuurlijk makkelijk zeggen van, zie dat glas half vol? Ja, ja. Wat is de, is de belangrijkste instructie om dat glas half vol te zien? De belangrijkste instructie is van, everything happens for a reason. Oké. Okay. Uh, it serves a purpose, toch? Het is gebeurd met ons, het heeft een doel. Het heeft je? een doel? Ja, het heeft een doel. Het doel van het virus is mensen ziek maken om te overleven. <laughs> <Okay>. <laughs> maar het heeft ook een doel dat dit met ons gebeurt. Um, Misschien ging ik een beetje te snel, maar je staat er niet bij stil hoeveel tijd mensen nu meer hebben met hun gezin, met hun geliefde. De, de oude hobby's die mensen wilden oppakken en altijd een reden hadden van één Ik heb al schilderen, je schilder, een plewonbank, geen moet een schifoarbrief, geen moet een tante. Noem maar op. er was nooit tijd. Yeah. De tijd is nu. De tijd is nu. Ik zeg ook vaak tegen mensen: evalueer jezelf. Waar ben je nu waar ga je naartoe? En je staat er niet bij stil, maar in sessies. Dat was 70, 80 man als je gaat vragen. Weet je, 10, 5 mensen waar ze naartoe gaan en wat ze hebben gedaan de afgelopen periode. Nou, COVID is, een, is iets waarop we geen invloed hebben. Je hebt dingen waarop je invloed hebt en dingen waarop je geen invloed hebt. COVID is een ze waarop je geen invloed hebt. Dus je kan je laten meesliepen door die negativiteit, fake news en alle, alle rare dingen die mensen zeggen en doen. Maar je kan ook een stap achteruit maken en kijken, wat doe ik het voor mij? Wat kan het mm -hmm. voor mij betekenen? Want dat gaat iedereen's leven beïnvloeden. Mm -hmm. Maar hoe je het gaat accepteren, dat bepaal je zelf. Ja, ja. Ik wil terugkomen op jouzelf. Uh, je, je, bent, je bent echt een people's person. Je bent altijd omringd door mensen. Ja. Uh, je job vereist dat ook. Ja. Uh, als motivational speaker ben je dat. En zo zijn er meer mensen. Misschien in andere branche's. Ik denk aan, aan sporttrainers, aan voorzitters Coaches. van de, ja, 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 ja. die die hebben altijd mensen om zich heen. Hoe moeilijk is het in deze periode om dat ineens niet te hebben? het is, het is niet gemakkelijk. En hoe ga je ermee om? Het is niet gemakkelijk, maar er zijn verschillende manieren. Ik kijk bijvoorbeeld naar de mensen van Warrior Fit Movement. Hij heeft scholen in verschillende buurten met 80, 90 mensen om te sporten. Elke dag met de mensen bezig. Rajiv Makanlal. Mm -hmm. Die man is op Facebook gegaan en die man heeft elke dag 6 uur een workout. Elke dag 6 die man een workout en zegt van, Hey guys, log in en dan kunnen we samen die workout doen. Motiveert ze mensen. Het dwingt je om anders naar zaken te gaan kijken. Um, ik heb een aantal artiesten gebeld, ik heb een aantal sprekers ook gebeld en gezegd van hey guys, this is our time, wat gaan we doen voor deze mensen? Laten we elke dag een one minute video opnemen en ze stimuleren, want het is zo ook dat mensen met hun handen in het haar zitten. Mm -hmm. Ik ben meer aan het telefoon dan wat anders, van mensen die bellen, het zijn ondernemers, het zijn personeelsleden, het zijn collega's, het zijn collega's, sprekers van hey Paul, van waka. Dit, dit, dit gaat, wordt erger en als je in die race meegaat, kies je ervoor. Eigenlijk om deel te worden van de, de massa die eigenlijk onrustig is. En de kunst is nu om juist eruit te stappen en rustig te worden. Dus voor coaches, mensen die bezig zijn met anderen, is het de tijd om te gaan kijken hoe kan ik mijn rol anders vervullen. En het gaat een heleboel doen. Eén, het gaat je meer waarderen laten krijgen voor wat je al doet. Mm -hmm. Want nu ga je zien toch, wat betekent het voor mensen? Mensen ga je weer opzoeken van wow, dus ik heb toch wel een bijdrage. It gives you a good feeling. Maar daagt je ook uit om te kijken naar andere modellen, andere manieren... om toch het begin wat je wilt doen te bereiken. Want wat we doen is een instrument. Maar the bigger picture is to inspire people, to yeah. help people, to support people. Mm -hmm. En er zijn verschillende instrumenten. Dus het dwingt je om te gaan kijken in jouw toolbox... Heb ik nog andere tools om de mensen te stimuleren? Heb je het niet? Bel iemand die het al doet. Want dit is een tijd van samenwerken. Ja. Dit is een hele mooie tijd van samenwerken. Een van de grootste wensen van mij is altijd, ook wanneer ik spreek, zeg ik tegen mensen als we een beetje meer gaan samenwerken, als we elkaar een beetje meer respect, meer tijd, meer ruimte gunnen, we are an awesome country and an awesome nation. Wij zijn de, de natie van de wereld om te weten hoe het moet. Ja. Samenwerken. En daarom in elke vorm, ook in het bedrijfsleven. Ik breng mensen bij elkaar. Ik heb geen concurrent. Ik bel concurrenten op en ik zeg van hey, ik heb je werk gezien. Awesome. En mensen vinden het raar dat ik dat doe. Ja. Uh, maar dat is het. Je, je bent goed daarin, ik ben goed hierin. Hoe kunnen we collaboreren, hoe gaan okay, we samenwerken? Dat, dat, dat weet ik van jou. Ik wil nu komen op een. En dat is, dat is natuurlijk de beetje de ideale situatie. En toch, mensen moeten niet thuis blijven. Um, jij kent duizenden mensen. Er zijn anderzijds mensen. Die, die iets meer lonely zijn, waarvan hun sociale omgeving niet zo groot is, waar die, die misschien geen gezin hebben en niet thuis moeten zitten. Mm -hmm. Wat kan toeslaan is, is eenzaamheid. eenzaamheid. En ik ja. weet niet of uh, jij de juiste persoon bent om, om, om deze vraag te beantwoorden, maar iemand die in die situatie is van eenzaam zijn, hoe, hoe, hoe kom je deze periode door? Kijk, om bij het begin te beginnen. Als je nu eenzaam bent, heb je iets verkeerd gedaan. Goed, maar laat zeggen, de persoon is al in de situatie. Ja, toch? Dus, maar ik wil, ik wil toch wel altijd naar de route gaan, ja, 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 toch? Okay. Je hebt iets verkeerd gedaan. Het geeft je de ruimte om het nu te veranderen. Um, er is nog bel te goed. Je kan gaan de winkel. Je kan iemand nog een mail droppen. Je kan met jezelf bezig zijn. Je kan mensen bellen. Je kan de relaties die je wel hebt. Want jij zegt mensen die niet zoveel relaties hebben. De weinige relaties die je hebt, die kan je gaan versterken. En. Het is een goed evaluatiemoment voor jezelf. Het is uitdagend, Marciano. Het is uitdagend om daar te zitten en niet naar buiken te kunnen gaan. Ik heb een neef in Nederland, die man is met de laatste vlucht van KLM vertrokken. En die man is nu twee weken van zijn gezin. Hij mag niet bij zijn gezin zijn. Twee weken. Dus die man belde aan mij en ik dacht, hoe nou? ja. <laughs> <laughs> we zijn bezig met elkaar we zeggen van, oké. Okay, wat heb je gedaan? Hoe zit, die, hoe zit het met je business? Wat heb je bekeken? En hij heeft feedback. En ik heb twee, drie nichten ook gevraagd van, hé, bel aan maar even. Mm -hmm. En die man is in een appgroep nu. Dus hij begint te leven, men gaat staan op en zeggen hey goedemorgen, zal zijn naam niet noemen, goedemorgen. Ben je al opgestaan, ja jullie slapen nog, ik ben al vijf uur wakker. Ja, ja, ja. Dus het, kom, het komt weer op, hij kreeg een betere relatie nu met nichten en niet waarmee hij niet zoveel sprak. Dus het is, het is perception, het is perception. En ik zeg niet dat het makkelijk is, dat zeg ik niet. Ik zeg het is uitdagend. Maar in de rust is het altijd mooi, als je in de rust gaat, ontdekken wat kan ik wel doen. Mm -hmm. En dan, jij bent vader van kids. Ik weet, we praten nu een beetje meer over de, de volwassenen die, die zichzelf ja. kunnen terugvinden in wat ze doen. Ja. Die kinderen zijn thuis. Het uh, is misschien leuk dat ze, dat ze twee, drie dagen thuis zijn, vier dagen. En op een gegeven moment slaat verveling toe. Die is nou, een, die is nou een, uh, echt een ervaringsvraag hoor. <laughs> hoe, 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 hoe ga jij daarmee om? Hoe hou je de kinderen bezig? Hoe, hoe hou je het spannend voor ze? Iemand zei tegen me: Marvin, YouTube is op. Want die kinderen hebben YouTube opgemaakt. En dat kan, ze vervelen zich. Wat wij hebben gedaan, ik weet niet hoe het werkt bij anderen, wat wij hebben gedaan, we hebben een vaste tijd waar we met elkaar bezig zijn. Oké. Okay. Morgens zijn ze vrij. En er zijn een heleboel spelletjes die we nooit hebben gespeeld. Mensen erger niet, kwartet, memory, domino, kaartenspel. Er zijn een heleboel dingen die zij op hun kast hadden, onopleiden maar jaren. En elke avond zeggen ze van, vandaag Monopoly. Vandaag mensen, Niet, vandaag Vreed naar Pot. En we spelen daarbij. En vanuit mijn discipline probeer ik daar een les uit te halen. Waardoor het één uitdagend voor me is: van wat kan ik ze hierbij leren? En het is, is een fun time. En ik heb het ook in een van de video's gezegd, gisteren of eergisteren. Als ouder ben je de leider van onze toekomstige leiders. We staan er niet bij stil, maar het zijn onze toekomstige leiders. Wat je vandaag installeert in deze periode, want dit komt weer terug. Er komt weer een crisis. Vandaag heb ik het COVID, morgen heet het Hanta. Het komt weer terug. Wat ga je installeren in deze jonge leiders? Dat wanneer er weer een crisis komt, hoe zij ermee moeten omgaan. Dus nu kan je een aantal dingen bij ze installeren. En ik hou van verhalen vertellen. Dus ik doe veel storytelling. En ouders kunnen dat ook doen. Ze kunnen hmm. goede momenten nemen om iets te vertellen aan de kinderen. Wat is overkomen met de ervaring. En kijken hoe er zij erop reageren. Je kan nieuwe values installeren. Wat zijn de gezinsvalues? Um, wat koesteren we? Eerlijkheid, openheid. Wat koester je? Dus ja, het is een uitdaging met die kinderen, maar laat zij een keus maken. Ik heb een tuin aangelegd. En ik zet de groene vingers op de vangeven. We zijn vier dagen <laughs> verder. Dat ik gro. We hebben een tuin gemaakt, foto's gemaakt van mensen die van hé, hey, ik is niet professioneel. Maar dit moment, deze periode, ik wil dat mijn kinderen dit als positief ervaren. Oké, okay. en dan um, 30 seconden Marvin, vanuit jouw um, uh, business als, als motivational speaker. 30 seconden in die camera. Wat moeten mensen doen om positief te blijven in deze moeilijke periode? Vat het samen. Oké. Okay. 30 seconden. Even uh... Doe het maar in de camera. Oké, okay, ik kijk in de camera daar en ik doe dat. Covid is maar een gebeurtenis. Ik is hoe je ernaar kijkt. Er gaan een aantal dingen op ons pad komen waarop we invloed hebben en waarop we geen invloed hebben. Wat je nu kan doen is kijken, evalueren, de relaties versterken met mensen. Uh, oude hobby's oppakken, kinderen bezighouden. Tijd voor jezelf. De tijd die we al de jaren, al de maanden, al de week hebben gezocht, is nu. Zoek de tijd. En, en je leven is uitgedrukt in tijd. Dus dit is het part of your life. En laat het niet zo je voorbij gaan. Zit rustig. Bel mensen. Hou je bezig met positieve mensen. Er komt veel fake news. En haal het beste eruit. En voor de mensen die op straat gaan, de mensen die op straat gaan, vrijheid, vrijheid. Straat, lus, maar, ik kan Ik kan gewoon straat die altijd. Ik kan dus helemaal niet. Maar noem ik de man tikking. Want de man je regels kopen in omagua straat maar wat Maar vrijheid ook geven en dan ben je een hero voor Suriname als je, je vrijheid opgeeft en thuis blijft en werkt aan jezelf, je familie en relaties. We can do it as a nation. We can do it. Oké. Okay. Marvin thanks. Ik denk dat het um, heel positief was heel positief. Het was heel, heel, heel leerrijk. We hebben weinig kunnen praten over, ja. over je bedrijfje. Maar goed, dit is denk ik uh, superbelangrijk. Um, er waren wat, wat kernwoorden van, van, van samen doen, van positiviteit, en mensen hebben dat nodig op dit moment. Ik wil Absoluut. je bedanken voor jouw jou geweldige bijdrage. En ik wil zeggen, laten wij de instructies blijven opvolgen. En die instructies hebben we al duizend keer gehoord, maar eentje die heel belangrijk is nu, is in elk geval social distancing. Men praat over twee meter afstand, hou het in acht. Even om nog no go. Tana also en doe de dingen die Marvin heeft voorgesteld. Dit was de vijfde aflevering van ATV COVID-19 update. Hopelijk heeft u wat uh, uh, gehad eraan en morgen zijn we terug met een nieuwe aflevering. Bedankt en graag tot morgen.